Vanochtend speelde Oranje een lange partij. Ongeveer halverwege gebeurt dit. Ron Vlaar in het geel blokt een voorzet van Robin van Persie. Even daarvoor had Vlaar al aangegeven dat hij last had en dat het misschien verstandiger was om hem te wisselen. Na deze actie is dat moment aangebroken. Assistenttrainer Philip Cocu rent het veld in om Vlaar af te lossen. Het hesje wordt gewisseld en Vlaar gaat naar de kant. Hij heeft last van zijn hamstring. Een blessure die hem de laatste competitiewedstrijden bij Feyenoord ook al parter speelde. Aan zijn van pijn vertrokken gezicht kun je zien dat het zeer doet. De eerste diagnose? De kwetsuur is iets tussen een verkramping en verrekking in. Vlaar overlegt met de dokter en beëindigt de training. Zijn gedachten kun je raden. Dit zou wel eens geen WK kunnen betekenen.